Er moet een goede, eenduidige definitie komen voor de creatieve industrie in Suriname. Dat is een van de aanbevelingen die Sandra Kleenum gisteren gaf bij haar afstudeerpresentatie over het onderwerp creatieve industrie. Ze studeerde af in de masterstudie geschiedenis. De presentatie vond plaats in het IGSR-gebouw. De afstudeerthesis van Kleenum had als titel Opkomst van de creatieve industrie in Suriname. Zij deed onderzoek naar de impact van het overheidsbeleid in de periode 1975 tot 2005 in de ontwikkeling van de creatieve industrie. Kleenum is bij haar onderzoek erachter gekomen dat er in Paramaribo een grotere concentratie is van activiteiten van de creatieve industrie in vergelijking met de andere districten. Verder is gebleken dat van de 13 respondenten die ik heb benaderd, dat zijn netwerkorganisaties, dat 9 een subsidie van de overheid krijgen of subsidie van de overheid hebben gehad. En ook aan die organisaties is gevraagd hoe zij eigenlijk die creatieve industrie ervaren. En er is toch wel een groot deel die aangeeft dat creatieve industrie te maken heeft met creatie en verdienen. Er zijn heel veel organisaties die aangeven dat het beleid dat door de overheid wordt gevoerd heel weinig impact heeft op hun organisatie, dus positief, of de activiteiten die ze uitvoeren. Wat zijn de conclusies? Conclusie: er is geen eenduidige omschrijving van de creatieve industrie. Er is geen eenduidig beleid voor de creatieve industrie. Er zijn geen beschermende maatregelen. Er is slechte communicatie tussen overheid en personen en organisaties uit de creatieve sector. De overheid beschikt niet over de juiste know-how. Organisaties blijven nog steken in de pioniersfase, omdat ze geen commerciële instelling hebben zoals ik dat heb aangegeven bij HAGOR. Sandra Kleenum, zij hield gisteren haar afstudeerpresentatie voor haar masterstudie geschiedenis.